Deze maand begint de provincie Zuid-Holland met het wegslepen van boten die illegaal een lichtplaats innemen langs de oevers van de oude Rijn, tussen Alphen aan de Rijn en Nieuwerbrug. De vele boten belemmeren het beheer en onderhoud van de oevers. De handhavingsactie zal van start gaan in de omgeving van bodegraven. De gemeente betreurt de moeizame start van het nieuwe hondenbeleid in Woerden... en belooft beterschap. Zo was de inrichting van uitrenveldjes tot voor kort nog niet op alle plaatsen op orde en liet de afvalbakken lang op zich wachten. Nu deze er zijn, zijn er met vermwerk afspraken gemaakt om ze vaker te legen. De slechte staat van de houtkade nabij Canis maakt dat deze eind februari een opknapbeurt gaat krijgen. De gemeente en het recreatieschap werken hierbij samen zodat de houtkade er voor de start van het fietsenseizoen weer goed bij ligt. De werkzaamheden duren naar verwachting acht weken en er geldt dan een omleidingsroute. Van de 2276 straten die zich hebben ingeschreven voor het hier klimaatstraatfeest, vond de eerste afvalronde de afgelopen week plaats. Onder de 150 overgebleven Nederlandse straten zijn ook de Berlenga-kade en de van Slingeland-lanen in Woerden, die strijden om de meest klimaatvriendelijke straat van Nederland. Op maandag 2 maart volgt de volgende afvalronde. Op de hoek van het kerkplein in de Molenstraat verandert vanaf 6 maart een al langer leegstaand pand in een zogenaamde Kultcompagnie. Met minimale middelen zullen de organisatoren achter het evenement Nachtcultuur het pand tot een warme, sfeervolle locatie maken waar je kunt ronddolen langs verschillende gezellige plekken waarvan alles gebeurt. Onlangs heeft de gemeente het akkoord Stroomversnelling Koopwoningen ondertekend. Een landelijke proef die huiseigenaren de mogelijkheid biedt om een oude woning zo te vernieuwen dat ze deze evenveel energie opwekt als haar bewoners gebruiken. De gemeente reserveert 35.000 euro om samen met bouwende partijen de proef in Woerden mogelijk te maken.